Hallo Matthijs. Hallo. Mensen? Nee, niet naar mij. naar mensen. Oh ja. mensen. De, de mensen willen nou, mensen, ik heb verloren met het van Matthijs en zoon. Oh ja. En dat is maar goed ook. Want anders ga ik naast mijn schoenen Hij lopen. Hij ging echt ontzettend naast de schoenen lopen. Ja. Even vooraf dienstmededeling. Ja. Wij, uh, wij willen eigenlijk shorts maken van stukjes, clipjes uit deze toestand. Ik wil dat. Ja. Alleen, ik heb geen zin, wij hebben geen zin om alles na te luisteren, terug te kijken en weet ik veel wat, want, nou ja, lui. Nee, uh, ja, ik heb het gesprek gewoon, en, gewoon gehad en om ja, gewoon precies. het hele gesprek terug te kijken. Dus verzoek aan de kijkers, als er stukjes zijn waarvan je zegt van dat is leuk voor een short en dan volgens mij maximaal een twee minuten of zo. Ja. Geef dan even timestamps en de, de comments, dan, dan gaan ja. wij die gewoon maken. Ja. Dan gaat hij die gewoon maken. Ik kan niet wachten tot ik dit ga zien, zeg maar. Ja, maar Matthijs heeft grote twijfels bij eigenlijk mijn inzet. Ja. Die vindt dat ik eigenlijk veel te weinig doe voor dit uh, gebeuren. Behalve altijd een, een vinger in de pap eisen. Ja. Maar verder leveren, ho maar. Dat is helemaal waar. Ja. We hadden ooit de verdeling van uh, Matthijs die zou deze dingetjes doen en ik zou de muziekfilmpjes uh, doen. <laughs> maar ja die maken we niet meer dus ja dat is een beetje net als in afrika met de verdeling tussen mannen en vrouwen ja mannen die zorgen voor het vee en vrouwen doen de rest maar ze okay. hebben geen vee dus ja <laughs> oké okay. uh, ik neem een schokje thee heeft Marjolein gezet Hier? ja maar wat waarom heeft oh ja je wilde thee dat was het ja, ja waarom <laughs> waarom ik geen koffie heb. Zullen we eens, ja. zullen, zullen we, hebben we nieuws? We hebben algemene beschouwingen. Pietjesdag. Ja. ja, dat was uh, ja, eigenlijk in... Geert Wilders was in uh, bloedvorm. Die, die, dat is het altijd. Daarna Geert Wilders tort de hele boel gewoon weer als een pudding in elkaar Dan beginnen ze maar gewoon weer... Geert Wilders, uh, heb je de nieuwe naam al gehoord? Nieuwe... Geert, Geert Milders. Geert Milders, ja die heb ik gelezen, ja. ja, ja. ja die die, uh, die uh, vond ik leuk. Hij wil gewoon heel erg meedoen, hè? Ja. En dat is grappig. Eigenlijk gewoon. Want eigenlijk wil natuurlijk. Niemand wil dat hij meedoet. Nee. Maar hij brengt ze nu in de positie dat ze nauwelijks nog omheen kunnen. Nou, dat vind ik super grappig. Ja. Maar hij denkt natuurlijk ook dat hij. Uh, het is nu of nooit. Dat uh, hij, Ik bedoel, Van der staai is weg. Maar ja. is hij de oudste? De langste ja. zittende? Ja. Maar hij gaat toch niks anders doen. Dus hij blijft nog wel even hoor. Ja, maar. Uh, ik las ook dat. Uh, de rechter die een, 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 een bedreiger van hem heeft uh, 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 gevonden. Mm -hmm. Dat doen rechters toch? Vonden ze. Ja. Die heeft nu een, uh, vanuit Pakistan een, een, een doodsding uh, van 100.000 euro. Als je hem doodmaakt krijg je 100.000 euro. Als je die, rechter, die Nederlandse rechter doodmaakt. Dat is best heftig. Ja. Maar dat mijn enige bron is Bas Paternotte op het, op het, op het Twitter. Ja, en, 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 ja en, 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 een, een, en één bron is geen bron, zegt hij altijd. Ja. Dus ik heb het verder niet gefact checked. Ja. Ik heb alleen maar och, och, och gezegd. Het is me toch wat. Ja, ik vind het uh, ook wel... Uh... Nee, het is, het is natuurlijk zo heftig. Maar aan de andere kant, ik, ik probeerde gewoon een grapje te maken over d ers In ja. het algemeen. Maar dat was lastig. Ik wilde gewoon niet er. komen. Net. Daarom was ik even stil. Ik zat na te denken van... Oh. Ik moet toch iets kunnen met d ers en een bedreigde rechter? En oh, dat, ja, dat... ja. Maar nee, er kwam gewoon helemaal niks. Maar over Van der Staaij, hè? Ja. Zijn vervanger... Mm -hmm. Die is, dat is ook al zo'n mannetje. Die is, uh... Ja, eigenlijk... Ze hebben een soort klein mal en daar komen dat soort mannetjes uit. Vriendelijk... Hij um, praat op dezelfde manier. die kringen is iedereen, uh, heeft ook hetzelfde DNA, hè? Ja, hij heeft een fantastische naam, Kees Stoffer. Ah, ja. Ja, dat is mooi. En uh, ja, ik denk dat, uh, dat we daar nog veel plezier ik van hebben. Ik heb geen idee wie het is, ik heb hem nog niet gezien en ik heb, maar ik heb, ik heb, ik heb hem ergens, las ik iemand teleurgesteld en hem was volgens hmm. nog, maar ik moet zeggen dat één dag aan het werk vind ik ook wel heel snel om teleurgesteld te zijn. Aan de andere kant, bij de woordvoerder van Omtzigt snapte ik wel weer dat ze misschien meteen teleurgesteld waren. Die, 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 die man. Ja, ja. niet. Ja. En ik, maar, toch, ik, ja. Ik, ik zag ook iemand zeggen over, over uh, Bontebal, ook op X. Van, uh, ik heb nu één interruptie van hem gezien en uh, mijn oordeel is geveld. Was dat niet Bart Nijman die dat zei? Of was dat iemand anders? In ieder geval, na, na één interruptie, zoveel gestamel en gehakkel en. Uh, ja, niks. Verge, niks verge. Als ik dan terugdenk, dan denk ik, ja, dat waren de eerste 50 afleveringen die wij maakten, was dat ook natuurlijk zo en eigenlijk nog steeds. Dus wat dat betreft geeft die bonte bal een beetje slek. Ja. ja, maar dit is aflevering 170 als ik het goed heb uit mijn hoofd. Ja, ze zitten bij elkaar toch wel een stuk of tien goede bij, denk ik. Dat denk ik ook. Ja, die, die, die paar die we gemonteerd hebben. <laughs> Oh ja, dat kunnen we een keer gaan doen: Livestreamen. Dat wou ik eigenlijk vandaag doen, maar ik moest opeens dingen, andere dingen doen. Hmm. Ja, we doen het toch live, alleen moet ik het nu wel nog gaan uploaden en in het ja, ik erbij snap het. ja, Ik snap het, ja. Misschien is het ook weer heel demotiverend als we dit live doen en dan gewoon met twee mensen kijken. Ja, nee, maar dat maakt niet uit, want. Die, 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 dan de, de mensen gaan, er zijn mensen die gaan het toch altijd op zondag kijken. En dat, dat kan gewoon, het blijft natuurlijk online staan. Ja, zeker, maar terwijl we bezig zijn, en je ziet dat zo, die teller, dan denk je ook van: Voor, voor wie is het live? Ja, dat ze dan gaan, gaan, gaan zeggen: Van: uh, Schiet eens op, lul. Ja, ja. ja wat, is, wat is er met je hoofd? Wat, wat is er met je hoofd? <laughs> wat, is met je hoofd? Ja. wat is er met mijn hoofd? Dan? Ja. Nou, nou. ja. Dus, het, uh, ik ben er nog niet uit. Ik heb, er, ik, ik heb pijn in mijn been. Je en van dat het squash je ook? Nou, ik, ik herinner me, vorige week heb ik hout gehaald. En toen kreeg ik een blok tegen mijn been aan. Net op de plek zo'n beetje hier bovenaan waar mijn sleutels zitten. En dat is ook exact waar de pijn zit. Het voelt ook een beetje als een blauwe. Je sleutelbeen? <lacht> <lacht> het voelt ook een beetje als een blauwe plek. Maar als, alleen als ik ga squashen, dan kan ik er niet door lopen, zeg maar. Kan ik alleen een beetje hinkelen. Ja, maar moet je je sleutels af en toe wegleggen. Ja, om te voorkomen dat ik het opnieuw krijg. Je moet ook nooit met sleutels in zo'n uh, zo 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 buis gaan liggen waar ze je gaan checken. Hoe heet zo'n ding in het ziekenhuis? Ja, dat vertelde mijn schoonmaakster. Want die zag mijn buurman bezig met, uh, met een flex of een haakse slijper. Iets, iets van metaalslijpen. En dan komt er al heel veel vuur af en hij had geen, zonnebril, geen bril op. Toen zei ze: Ja, daar moet je echt mee uitkijken. Want als je van die kleine stukjes in je oog krijgt. Dan heb je misschien nu geen last van. Maar als je ooit een scan van je hoofd krijgt. dan trekt die magneten er allemaal weer uit. Auw. Ergie? Oh. Ja, auw. Dat vond ik ook. Maar je zou dat niet wegroesten. Nee, daar komt geen zuurstof bij. Hè? Ja. Ja, over, over straling gesproken, de iPhone 12 is verboden in Frankrijk. De iPhone 12? Ja, die hebben nog, mensen gooien niet altijd hun telefoon weg als er een nieuwe komt. Nee, want die had een verhoogde... De, de, die, die, een, een, een stralingsnorm die niet voldeed aan de... de, aan, de aan de Franse wetgeving... Dat, uh... Die moet Apple dus... dan weer terugnemen en betalen. Of inruilen voor een 13? Ja, of zoiets. Maar uh, ja, ik dat... had daar nooit op de markt gebracht mogen worden. Nee, geken. eigenlijk niet. Wow. Dat is toch best wel. Uh... Wat krijg je dan van die straling? Ja, waarschijnlijk uh, een blauwe plek op je bovenbeen. Maar ik denk dat je kaas ervan gaat schimmelen. <laughs> Ook dat, ja. Ja. Niet. Nee. Ja, nou, nee, ik wou het even uitleggen, maar dat doe ik niet. Nou, uh, dus de, 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 ik vond trouwens, ja, wat? ik ja? vond, ik vond oprecht, ik vond de bijdrage van Joost uh, op algemene beschouwing eigenlijk heel uh, mooi. Ja, dat, maar dat, 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 dat is fijn. Hm? Ja, en ik niet, heb het, ik heb het wel gezien. Ja, vond je niet dat je dacht? van... Ja, het uh, was een, het was een goed verhaal. Okay. Ik heb, ik heb, ik ben er speciaal opgebleven om uh, om zich te zien. Oh, en. Ja, gewoon uh, inhoudelijk goed. Hij had maar zes minuten natuurlijk. Uh, uh, en dat, dat viel de meeste mensen ook wel op. Dat voorheen kreeg hij nog wel eens interrupties zodat hij langere spreektijd had. Maar hier draaide zich, iedereen zich met de, met de rug naar hem toe. En hij ging op de telefoon kijken. En er zat bijna niemand meer in de zaal. En hij zei nog wel heel optimistisch aan de voorzitter toen het uh, klaar was. Uh, Volgend jaar wat meer spreektijd en wat eerder. Ja, nou ja. Hij, was, uh, hij was opgewekt en... Uh... Ja, dat is fijn. Ja, de nee, campagne is natuurlijk begonnen. Dan ga je elkaar niet extra spreektijd geven. Dat snap ik ergens wel. Nee, maar ik, 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 ik heb niet alles gezien. Maar ik... Uh, bij sommigen lag het er wel zo dik bovenop. Dat daarbij van Haga... Die, die gewoon... echt alleen maar... campagne aan het voeren was in plaats van... Algemene beschouwing. Ja, ja, dat snap ik. Maar weet je, de meeste mensen doen dat uh, in verdekte vormen, spreken in de ik-vormen. Uh, maar hij was gewoon van uh, punt 1, wat wij willen, punt 2. Wat wij willen, wat gewoon ontzettend saai is eigenlijk. Mm. Ja, ik vond uh, ja, bij Wilders, Wilders doet dat gewoon altijd. Zijn bijdragers zijn altijd campagne. Ja. Altijd gewoon herhalen en, uh, en op een leuke manier. Ik vond wel die, uh, dat, uh, dat, dat, dat dingetje dat die Bordet aanviel, vond ik uh, ja, slim gedaan. Ja. En uh, ja, en Bordet ook inderdaad. Uh, ja, wat, ja, wat kan hij anders zeggen dan... Zou dat nou zijn om de, 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 de laatste twijfel in de FED eens over te halen? Nee. Nee? Maar om gewoon te zeggen van, hé, hey, ik hoor bij alle andere partijen. Ja, kunnen we samen een gaan spelen? Controlled opposition, dat is ook. Ik wil ook controlled opposition zijn. Dat ben je toch ook? Nee, maar Ik ben controlled bij you. Of wat? Ik niet. Nee. Nou, in ieder geval, laat ik zo zeggen, wij zitten hier in een soort van. van... Uh, ja. Nee. Daar ja. Nee. kan ik verder niks mee. Um, en er was wel nog iets wat ik grappig vond. Ja, zeg maar. Ja, dat Wilders dus nog eens even erop terugkwam hoe Jan Paternotte hem lafjes had lopen bellen voor... Uh... Nee, dat was, Hilders kwam daar niet op terug. Jawel. Hermans kwam daar op terug. He, Hermans kwam er later op terug dat Wilders daarop terug was gekomen in zijn bijdrage. Ah, ja, ik heb dus niet alles gezien. En dat was... Uh... En toen ging Jan Paternotte daar op in en echt iedereen lachte hem uit. Want iedereen weet gewoon ja. wat een rat het is. Ja, hij keek ook prachtig. heel erg alsof zijn luier vies was. Ja. ja. Terwijl hij altijd vies is. Maar hij kijkt ook altijd zo. Nee, hij kan, hij kan best vriendelijk kijken. Dus soms denk ik: ach. Ach, kom maar, jongen. Hè? He? Ja, zo'n zo zo karnemelk. Uh, hoofd. Karnemelkhoofd. Ik vond Hermans eigenlijk ook wel meevallen. Wat ik heb gezien, stukjes. Niet meer zo heel erg nerveus, maar, maar gewoon een beetje nerveus. Ja, ik denk altijd wel: van, waarom, waarom gaat ze hiermee door? Mijn gok is dat ze nu. Want nu is die, mevrouw, die andere mevrouw, die is nu lijsttrekker. Zij is nummer twee, denk ik, hè? Ja, ik weet niet oh, of gelijk of... of niet. Ja, natuurlijk heb jij gelijk. Zonder twijfel, dat staat toch boven alles. Hé, hey, dit gaat <laughs> geen lange uitzending worden op deze manier. <laughs> nou, we zijn al twaalf minuten aan het aftikken. Ja, natuurlijk. Bam. Anyway, ik denk. dat zij heeft besloten dat er gewoon al afgesproken met haar is van oké, okay, je gaat op de lijst en dan krijg je gewoon een bewindspositie. Ja. Dus dan wordt zij gewoon minister of staatssecretaris. Zij dus gaat niet nog een keer via die kamer in, want dat is echt een hel voor ja. Het ministerie van Loek Hermans neemt ze dan over. Ja. Zo. Nee, ik begreep nou ook dat is, is zij nou ook kleindochter van Willem-Frederik Hermans of familie gerelateerd aan? Dat, dat... Dat las ik ergens in een soort opzomming van een stijl geloof ik. Dat kan best iemand ook gewoon heel makkelijk beweren die ja, zich dus realiseert dat Hermans ja. gewoon een achternaam is die vaker voorkomt. Precies. Uh, mag ik gewoon, uh, wil je, je nog Hermans wat... heten? Ja. Je noemt je kind, je zoon Herman. Ja. Je dan Herman Hermans? Ja. En jij... dat vind ik wel leuk eigenlijk. Ja, maar die bestaan wel. Ik, denk het ook wel. Net zo, ik vind het nog leuker dat je Stoffer van je achternaam heet en je noemt je zoon Chris. Ja. En misschien heet hij wel Christopher, Christopher Stoffer. Christopher Stoffer. Ja, dat klinkt dat net zoiets als Christopher Cross. Dat zou gewoon je. Je, je, ja, je Middle of the Road popnaam kunnen zijn. Nee, maar ook echt wel, wel sympathieke bakkers. En uh, een beetje dat, dat uh, erudiete, rustige praten. Dus, uh, dus... Ja, maar dat leren ze daar in de kerk, joh. Ja. Dat is wel, uh, inderdaad wel een heel goed ding, natuurlijk. Uh, je hebt hier staan. Maar je, ja, wat, wat ik ook. Oh, oh, nou, toch nog iets over. Uh, waarom sprak de P van de A niet? GroenLinks sprak. Maar Jesse Klaver... Ik heb de spreeklijst op nagekeken. P van de A is niet aan het woord geweest. Is dat omdat. Uh, omdat. De, 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 de kerstman niet wilde komen? Of, of... Er zijn hele lijst, hè? Ja, maar, ze, nee, maar dit is nog, dit, ze, ze zijn in november één lijst, maar nu kunnen ze het nog. Het zijn algemene beschouwingen van het afgelopen ja. jaar. Ja, uh, dat, dat en het is natuurlijk. Ja, Wilders die zat ook Timmermans natuurlijk heel mooi aan te vallen op zijn wachtgeld en toestanden. En dan is het toch wel lekker als je niet een PvdA hebt die je hem moet gaan verdedigen. Ja. Dat is namelijk nog veel moeilijker. Jesse Klaver die, nou, die zat al in een hoek waar. Ja. ...maar eigenlijk gewoon niks kunt. Oh, dat, dat was ook heel vals van Klaver trouwens. Dat, uh, 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 nou, uh, Wilders was dus geweest en uh, veel interrupties... ...dus dat duurde wel uh, anderhalf uur, weet ik veel. Dan kwam als tweede spreker kwam Hermans ...en meteen ging uh, Klaver interrumperen en die zei... Uh, ...fijn dat we nu uh, gewoon echt op de inhoud kunnen... Kortom, zo Wilders helemaal disqualificerend zo van, ja. uh, dat hebben we gehad en nu, nu even onder elkaar. Ja, ja. het is een, uh, ja, weet je, ik vind het nog niet eens zo heel erg dat het allemaal zo onecht is en zo. Maar het is ook zo, er zit gewoon zo weinig talent ook bij en, en kwaliteit of zo, gewoon zo'n klaver, die kan ook gewoon echt helemaal niks eigenlijk. Ja, hij kan heel erg wattig uh, uit, uit, uit zijn uh, slaapzak kijken, denk ik, als hij, als je de tent openrit, volgens ons. Ja, en dan kan hij even bam, daarna vlak, als er een camera bij is, net, net doen alsof hij het naar zijn zin heeft, heel goed. Ja. Mm -hmm. uh, ik, uh, ik weet, ik veel, veel van die, dat volk wat er loopt, daarvan denk je toch ook van... Ik kan verder in het dagelijks leven eigenlijk niks verzinnen waarvan ik zou denken: heb ik hem voor nodig? Hij kan me daar vast bij helpen. allemaal nee. mensen die niks kunnen. Allemaal non valueurs Nu gaat het ook voor wilders. En wilders vind ik wel te gek. Maar wilders vraag je ook niet om een lampje in, te, in het plafond te draaien of zo. Nou, nou. wel niet. Nou, gewoon omdat het ongepast is. Het is geen elektricien. Nou, ik vond deze, deze mevrouw vond ik te gek. Oh, uh, die was met uh, 15 leerlingen stiekem naar de Efteling gegaan. Ter oh. Terwijl dat uh, verboden was. En de, de leerlingen uh, ze zijn ook nog uh, speciaal onderwijs, want uh, minder, uh, met minder bagage, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. En uh, ze hadden al gevraagd dat ze of, of, of ze de, het, 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 het jaarlijkse uitje naar de Efteling mocht doen. Toen had de directeur gezegd, nee dat moet naar Space Expo in Noordwijk. En toen heeft ze uh, uh, samen met uh, de andere begeleiders, de volwassen begeleiders, heeft ze gewoon uh, de, de... Kaartjes gelapt? Uh, ja, en uh... 15 leerlingen, 15 kaartjes. Wat zal het kosten? 30 euro per persoon? Nee, ja, maar ze hoeft natuurlijk niet de kaartjes voor de Space Expo te betalen, dus het zal wel een oh, soort hoor. budget zijn. Maar die mevrouw, ja, de IQ van de gemiddelde van die kinderen was 62. Nou, die hadden natuurlijk de dag van zijn leven, kan ik me voorstellen. Ja. Nou, die kunnen natuurlijk geen geheimen bewaren. Nee. Weet je hoe dit is uitgekomen? Een van de twee busjes kreeg een snelheidsboete... en dat was niet in de buurt van Space Expo. En nu is die mevrouw ontslagen. En dat vecht ze aan, zag ik later nog. Nee, ik vind dat ook wel uh, erg. Ik vind het zo heel erg dat kinderen met een IQ van 62 naar de Space Expo moeten. Ja, kijk. Nee, maar echt serieus. Deze mensen kunnen. Jullie kunnen geen astronaut worden. Ja. Nee, het is. Het is, het is ja. Ik zou zelf niet eens naar de Space Expo willen. En ik heb, ik heb nooit van gehoord, zo'n filmpje maken. Zo naar de Space Expo gaan en een filmpje maken. <laughs> ja, is goed. Ja. En dan doen we alsof we een IQ van 75 hebben. Nou, dat kost mij geen enkele moeite. Nee. Oké, okay, 75 of hoger. <laughs> Okay. Ik, nu we het hebben over leren, er is een uh, lerares in Texas ontslagen. Ja. Hé, hey, dat zegt wel, dit is gewoon een bruggetje wat bijna werkt. Ja. Omdat ze de kinderen in de klas het dagboek van Anne Frank liet lezen. Dat ja. is de kop althans. Lerares Texas ontslagen nadat ze het dagboek Anne Frank liet lezen. Maar het was niet zozeer het dagboek, het was de stripversie van het dagboek. Ja. En dat die stripversie is verboden, want daarin was Anne Frank veel te geil. Dat, dat lees je nu op of zijn dat je eigen woorden? Dit zijn, dit, dit, het stripboek werd in verschillende schooldistricten in het conservatieve tekst verboden nadat ouders hadden geklaagd over seksueel getinte passages. Zo beschrijft Anna in haar dagboek geslachtsdelen, terwijl ze elders schrijft dat ze graag de borsten van een vriendin zou willen aanraken. Nou, is dat niet schuil uh... eens? Het is. <laughs> Dergelijke scènes komen ook in het stripboek voor. Dus dan zie je het voor je, hè? Ja, oké, okay, maar. Ik weet niet hoe je het dan tekent dat iemand iets wil. Ja, met zo'n gedachtenwolkje. Met daarin weer een plaatje. Ja. Of ja. gewoon in tekst. Ik zou wel eens aan Selma de titel willen zetten. Wie is Selma? Nou, dan ben je gewoon een Joodse meisjesnaam. Hm. Dat weet ik wel. Zoiets. Ja. Anyway. Dus, uh, nou ja, uh, moeite dus met dat stripboek. En zij. Uh... Ook ontslagen? Misschien moeten alle oh, ja. het republikeinse schoolbestuurder uit Vlissingen daarom het als Anne Frank pornografie. Ja, maar dit is toch ook. Uh, ja, nou, ben ik. Uh, ik vind het maar moeilijk om altijd maar dat het alles is of republikeins of democratisch. Ja. En ik, ja, we hebben allebei het stripboek niet gezien, dus wij weten ook niet natuurlijk. Hè. Kijk, eens, dat als het ik moet zeggen, als er in één keer een uh, transgender uh, Anne Frank is in zo'n stripboek, dan denk ik ook van: nou, oh, dat wordt heel raar. Maar ja, ze heeft dit soort dingen wel geschreven in de ja. boek. Ik vind ja. het juist eigenlijk wel heel gaaf. Ja. Dat, dat, ja, maar en dat sluit weer heel erg goed aan bij. Dat is ook een bruggetje naar het onderwijs in Nederland. Ik wil dit. niet meer bruggetjes in, nou, dan moet er echt kap worden, anders word ik helemaal confuus. Ja. Want uh, de nieuwe eindtoets voor het basisonderwijs, uh, voortaan de doorstroomtoets geheten, dus niet meer de CITO-toets, bevat dit schooljaar geen vragen over aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Dus migratie, voortplanting en de holocaust komen niet meer aan het bod. Dat is maar even mijn eigen invulling. Hè? Uh, wacht even, aardrijkskunde. Ah oh, ja, ja. Ja, en geen genders natuurlijk. Dat is het belangrijkste. Ja. Want uh, ja. Nou, het zijn gewoon wel de drie vakken waar. waar, waar de... Aardrijkskunde is dat ook topografie? Dat is ook topografie. Want ja. ik weet wel van de lagere school, als ik, ik me daarvan herinner. Echt aardrijkskunde hebben we volgens mij niet gehad. Alleen maar waar plaatsen lagen. Ja, dat is topografie. En dat is topografie. Zou dat ook echt helemaal niet gevraagd worden waar plaatsen liggen? Nee, maar je, aardrijkskunde is ook migratie. En ook wat voor een ondergrond je hebt. En die soorten. Vertelde jouw zoon Augustus wat? Dinsdag dat hij dat een toets of zo ja. en dat ging over de film uh, Gladiator ja. en de docent die vroeg een beetje zo retorisch zo van ja wanneer speelde dat ongeveer ja. en kinderen in de klas ja vatten niet dat het een retorische vraag was die gingen antwoord geven en die kwamen allemaal op antwoorden als ja 17e eeuw of zo oh echt ja terwijl dit wel zeg maar Kijk, ik snap best dat je van niet van alle eeuwen ongeveer weet wat het is, maar je moet een idee hebben van wat er rond het jaar nul gebeurde. Hè? Dat ja, was toch ja. best wel een dingetje zeg maar, ja. het jaar nul. Maar uh, dat, is, dat is ook een soort rage, hè, dat die TikTok vrouwen in Amerika die vragen aan hun man van uh, hoe vaak denk jij eigenlijk aan het Romeinse Rijk? En dat al die mannen die dan zeggen, ja, toch wel elke week. En dat die vrouwen dan ontzettend moeten lachen. Maar dat is dus een hype. Dat wij, wij, mannen, ik generaliseer maar even, hmm. denken dus veel vaker aan het Romeinse Rijk dan de vrouwtjes kunnen voorstellen. Hmm. Is dat dan een teken dat we latent homoseksueel zijn? Nee, dat is een teken dat we gewoon, uh, ja, ge, 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 dat, dat, dat de voortgang die ze toen hebben geboekt en de, 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 de kracht die ze uitstraalden indruk op ons heeft gemaakt. Want wij ook allemaal homo's. Ja, maar ze waren ook goed in het aanleggen van uh, stromend water. Nou, water stroomde ook wel voor de Romeinse tijd hoor. Dat is niet zo. Nee, maar, maar aquaducten en. Ja, ja. Hey, dat en is waar. En wegen, rechte wegen. Rechte dat, wegen, ja. ja, dat soort dingen. En, uh, en dat is, uh, je hebt bij, bij Pompeii daar heb je zo'n. Uh, nou ja, daar heb je nog best veel wat overeind staat. Dat is best een de kwaliteit. Ja. Je hebt ook een villa waar al die wandschilderingen nog ja, zichtbaar zijn. Ja. Die zijn wel echt fucking ordinair. Dat... Echt, dat is echt alsof je een woonwagen inloopt hoor. Die taferelen die erop staan. Ja? Yeah? Dat zijn echt, echt huilende zigeuners, uh, to the max. Gaaf. Ik zag laatst ook een huilende zigeuner en dat was uh, Frans, Frans Bauer. Oh, wat was er met hem? Die was aan het tanken en dat vond hij heel duur. Dat had hij geplaatst op Twitter of zo. Ja, hij is ook heel duur. Ja, ik had Dat ook... hoorde ik, alleen Hongkong is duurder. Ik had laatst een volle tank, die kostte gewoon uh, 140 euro. Dat is veel. Dat was uh, uh, anderhalf jaar geleden was dat nog uh, 105 euro. Ja, dat is krankzinnig, ja. Ja. Zeker, in Duitsland is het nu ook echt veel goedkoper. Het is alleen dat, omdat wij het btw terugkrijgen. Ja. Schilt het scheelt het helemaal niks eigenlijk. Nee, wij, wij, hè? Niet, 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 jullie niet allemaal. Nee, fotografen bijvoorbeeld. Sommigen van jullie misschien. Dat is de reden dat ik nog steeds als fotograaf in de Kamer van Koophandelsteen geschreven ben. Ja. Maar vertel eens over die dingen die vegan zijn, labelen. Nou ja, ik, dat, ik, 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 ik drink wel eens amandelmelk. Hè? Mm -hmm. En daar staat dan op. Ik zeg, mm -hmm, maar ik bedoel. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ja, maar dat is omdat ik gewoon in uh, de een soort shake maak. En dat deed ik vroeger altijd met melk. Maar met melk krijg ik last van mijn darmen. En amandelmelk uh, Sojamelk zit vol met uh, vrouwelijke hormonen. Daar krijg je tieten van. Als man. Hé, uh, hey, Marjolein wordt wakker. En, uh, de, en amandelmelk heeft, zit laag in de calorieën. Redelijk laag. En uh, is lekker daarbij. Anyway, daar staat dus op vegan. Maar... Dat vind ik raar, want dat impliceert dat je dat je ook kan vergissen en dat je per ongeluk ook de vleesvariant van amandelmelk pak, kan, zou kunnen pakken. Oh, niet per se vlees, maar de dierlijke variant. De dierlijke, ja, ja. De dierlijke variant. Ik ben dat met je eens, ja. ja. De, 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 waarom, kijk, als je uh, hamburgers hebt en vegan hamburgers, snap ik. Dat je dan op de vegan hamburgers heel groot zegt vegan. Maar iets wat gewoon alleen maar in een vegan soort staat, moet je niet labelen als nee, vegan. Want dan nee, we, zijn niet, we zijn niet achterlijk meneer. Met je eens, op, op, op een bloemkool uh, sticker met vegan plakken is ook stom. Ja, of uh, op een bloemkool... Dus dan moet je dan alles weer gaan kijken of er niet ergens nog een slakje in zit of zo. Ja, of uh, dat op, 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 op een komkommer staat geen Coca-Cola toegevoegd. Dat is ook handig. Mm -hmm. Ja, ik, 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 ik denk, ik snap het wel dat het gebeurt. Zoals, bijvoorbeeld ook, heb ik ook wel glutenvrije koffie gezien, want ik ben dan weer, dat ik op gluten let. En ik maar was, me... zitten er dus gluten in koffie? Of nee, natuurlijk nee, niet. Nee, nee. nee. oké. Okay. Nee, ja. Allemaal... ja, ik ga toch twijfelen aan jezelf dan. Nee, nou kijk, wat, wat natuurlijk gebeurt is, dan zullen er dus koffiemalerijen zijn die niet kunnen uitsluiten dat er ook meel... Misschien wel in een hele milde kleine hoeveelheid wel ergens in de buurt van de koffie ooit geweest is. Mm -hmm. ja. Maar ja, ik weet nog dat ik, uh, vroeger maakte ik foto's van uh, briefjes in de markt met een Q. Dan stonden dan allemaal kon je suggesties doen aan de markt. Ja, je hebt zo'n zo zo advertentiebord of zo? Ja, had je ja. vroeger in ieder geval. Ja. En was, weet ik nog dat er eentje was van: uh, waarom hebben jullie geen glutenvrij toiletpapier? Ja, maar. Ja. Wordt wakker, mensen. Ja. Schiepel. Ja. Maar ik snap wel dat. Um, dat als je een bedrijf bent, dat je. Het is Chocoloni. Tony Chocoloni heeft dat natuurlijk ook geflikt, hè? Die gingen chocola maken. Ja. Wat hebben ze erop gezet? Slavenvrije chocola. Gelijk de hele. Al je concurrentie verdacht gemaakt. Ja. Ik neem aan dat de meeste dat chocola gewoon doorgaans slavenvrij is. Ja, en dat was jarenlang. De van cacao, niet van mensen. Ja. ja. Dat is ook, ook alweer waar. Ja. Ja, chocola kun je ook zeggen. Is het, nee, de chocola is niet vegan doorgaans. Ik eet wel eens vegan chocola. Het is niet zo lekker. Die heeft een beetje zo'n kokosvermaak. Vies. Maar is kokos. Maar de kokos. Vegan kaas is ook niet heel erg lekker. Toch? Dat is intens smerig. Ja. Echt intens smerig. Echt, echt ontzettend goor. Mm. Maar uh, chocola. Zit... Echt alle chocola zit kokosmelk in. En de functie van de kokosmelk. Ik weet nu een dingetje, want ik heb nou met een chocolamaker gesproken een keer op vakantie. Ik weet een dingetje. Ik weet een dingetje. Er zit dus kokosmelk in die voorkomt. Uh, als dat er niet in zit, dan, is, zeg maar, dan, dan smelt chocola bij een hele brede range aan temperaturen. Zeg maar. Dat begint dan misschien bij, bij 12 graden en dat nou ja, hè, daar, daarboven. Ja. En als je kokosmelk doet, dat brengt dat heel erg naar elkaar toe. Oh, dus dan, maakt het eh, smeltpunt wat compacter precies. of zo. Maakt, maakt dat je veel hogere temperaturen nog chocola hebt die nog ja, als chocola is. Die gewoon op je gewoon op je, achter je voorruit in de auto kan laten liggen. En die er na een zomerdag gewoon nog bikkelhard ligt. Nee, nee dat... Nee. nee. Uh, wel, als, wel als de, de, de airco staat natuurlijk en die blaast daar. Ja, denk ik. Ja. Goed. Uh, ik zie hier, alle kippen dat... worden gevaccineerd. Ja, ja, ja. Bij al, ja, alle kippen dat is dus een test geweest. Maar tegen? Uh, vogelgriep. Hm. Uh, dus in de testfase is het geweest. Maar nu worden ze dus allemaal gevaccineerd. Dan moet zo'n vaccin wel goedkoper zijn dan een kip. Dat lijkt me dan ook. Dus maken we verlies. Maar, dus, hier, ik heb hier een linkje van, uh, van de Rijksoverheid die dat dan vertelt. Vogelgriep is een ernstige ziekte, zegt minister Piet Adema. Ja. Maar de pluimveesector. Maar dus, dan ga je een beetje weer verder kijken en dan doe, doe je onderzoek. En dan, dan zie je dus dat, uh, dat de, 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 de woke mensen. Ja. Dus denken van ja, zie je, dat is dus, zo gaan ze dus ons vaccineren. Want we eten allemaal kip. Oh ja, dan moet je wel rauwe kip eten. Ja, doen dus eigenlijk al die, uh, volgens mij die vaccins, die overleven niet al te hoge temperaturen of algemeen. Nee, ja, maar kip wordt toch altijd standaard met, met Salmonella rauw gegeten. gegeten, want anders krijgen we allemaal niet salmonella vergiftiging. Oeh. Ik bak het altijd, maar ik heb ook nog nooit Salmonella vergiftiging gehad. Dus misschien doe ik dat fout. Misschien doe je dat fout, ja. Nee, je moet het gewoon net iets te kort in de oven doen, dat het nog een beetje roze is. Naast salmonella is een oppervlaktebesmetting, heb ik wel eens begrepen. Het zit dat ook zijn een keer een leidingen, uit leidingen, toch? Je kan het ook uit uh, niet doorgespoelde stilstaand waterleidingen hebben. Nee, dat is toch. Uh... Oh, Legionella. Ja, precies. Oh ja, jezus, alles door elkaar. Oh, bij de start van de veldproef werden de kijkers ingedeeld in verschillende testgroepen. Wat een feest. Oh, daar had, uh, daar, had, uh, daar had jij laatst een heel leuk stukje over. Hè? Dat heeft Annabel Nanninga voorgelezen in de Raad. En daar moest ik echt heel erg om lachen. Want ik, ik heb toen even geïnformeerd en jij bleek die tekst geschreven te hebben. Mag ik dat niet zeggen? Ja, voor een groot deel, ja. Maar uh, over, over dat... Uh, dat de Partij van de Dieren had onderzoek gedaan naar... Uh, nee, de Partij van de Dieren heeft geen onderzoek gedaan. maar Partij voor de Dieren... In Amsterdam mag je ja. sportvissen in de, in de wateren... omdat de, de, de Amsterdamse Hengelsportvereniging... die pacht die wateren van de gemeente. Ja. En in ruil daarvoor uh, houden zij de, de, ja, gewoon de waterstanden in de gaten. In ieder geval de, 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 de visstanden. Um, allemaal dat soort dingen. En het zijn 15.000 sportvissers, dus die zijn daar, als daar iets is. Dat is een enorme prima signaalfunctie, zeg maar, voor de kwaliteit. In Amsterdam is ja. het veel. Ja. En per jaar vissen 45.000 mensen in Amsterdam. Hm. Maar de Partij voor de Dieren wil die, van die pachtovereenkomst af... Ja. omdat uh, ja, sportvissen zijn natuurlijk zielig. Maar het punt is dat eigenlijk uit geen enkel onderzoek blijkt... dat vissen daadwerkelijk zielig zijn. Vissen... Veel al eten shit de hele dag door die veel scherper is dan die haakjes. Of in ieder geval daar veel meer schade aan richt. Ja. Als die veel gevoel in hun bek hebben, dan, uh, ja, dan sterven ze van de honger. Ja. ja. Er is één onderzoek waaruit blijkt dat vissen daadwerkelijk pijn hebben. En wat onderzoekers deden, was bijengrif injecteren in de lippen van een vis. Ja. En dan die vissen, die worden daar echt heel naar van. Die gaan met hun lippen zo tegen de, tegen de aquariumwand aan... tegen de vloer aan en die kriolen. En dat duurt zeker een kwartier. Kut tijd. Ja. Maar de controlegroep, waar gewoon... Ja, in ieder geval een placebo werd geïnjecteerd... nergens last van. Nee. Dus ieder... Eigenlijk bewijst deze, deze test... dat dus als je iets, een, een haak of een naald in een, in een vissenbek slaat... boeit ze niet... Tenzij je daar bijengif uh, op smeert. Nou, dus we weten nu, dankzij die proef van de Partij voor de Dieren. dat het heel goed is bijvoorbeeld dat, dieren, dat vissen onder water leven. en dat, dat bijen boven water leven. En dat die twee elkaar eigenlijk nooit tegenkomen. En um, ja, niemand haalt het in zijn hoofd, normaal gesproken. Om, bijen, om, om vissenlippen vol te spuiten met bijengif. Behalve dus van die onderzoeks mensen die dus per se willen bewijzen... dat vissen dus pijn hebben. Ja. Want die vinden natuurlijk dat vissen... als werkwoord gewoon totaal niet kan. Dus, ja. Sportvissen. Die Christoffer van de SGP... die man blijft terugkomen. Die had het op een gegeven moment ook over... De, uh, hij had het... Hij zei niet de visser. Hij zei de visserman. De visserman. Dat vond ik ook al mooi. Ah, oh, maar dan... En hij is denk ik... Ik ik het ook hebben over de Stofferman? De Chris, Chris de Stofferman. Ja. Ja, hartstikke mooi. Ja, ja. Ik, ik, ik had... Ik zoek even op Twitter dat, dat toespraakje van uh, Annabel Nandega en dan uh, in de Amsterdamse Raad. Hartstikke leuk. Feest. Feest. En deel het. En delen. Um, ja. ja, diertjes inderdaad. Die nou, die kippen worden dus gevaccineerd. Maar zouden er dan ook van die antifax kippen zijn die dat dan weigeren? Nee, nee die, die, dat die kippen gevaccineerd worden, dat maakt dus nog meer antifax mensen. Maar antifaxers kunnen dus nu ook geen kip meer eten? Nee. Maar uh, dus eigenlijk... Dus alle, alle, alle vegetarische mensen, die zitten dan goed. Dus is, de, wor, 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 worden gewassen ook gevaccineerd? Nee? Maar ze willen natuurlijk dat vegetarische mensen. die doen al wat het WEF wil. <laughs> Namelijk geen vlees eten. Ja. Dus die willen ze juist laten, laten voortbestaan. En ik zag ook op, op een filmpje in, in, in New York. Of uh, niet de stad, maar de state of zo. Weet ik toch allemaal niet. Anyway, maar daar, 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 daar reed een, 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 een truck langs. met een, 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 een luidsprekerwagen ervoor. Dat je. Dat, uh, deuren dicht moest doen totdat de de truck voorbij was, want die nevelde de, de buurt. En dat was een soort, ja, het is geen vaccin, maar een verdelger. Hmm. Dus dat is dan, ik heb, dat is ook maar één, één, één bronnetje. Raar. Rare dingen allemaal. Dus, weten mensen daar meer van, van die verdelgers? Misschien uh, is dit een leuk moment. Ik denk wel een goed complot is. Ja, het is wel een goed complot. Ja. Uh, uh, Rus Russell Brand? Ja, Russell Brand. Die ja. wordt dus ook, ook weer gecanceld voordat er, voordat er iemand uh, überhaupt naar de rechter is gegaan. Is iedereen al naar Channel 4 gegaan om zijn ze zeggie te doen? En Channel 4 heeft besloten dat hij uh, dat dat niet in de haak is. Het is, heel, het, is wel, het is wel eigenaardig hoor, want het is wel. Die, die slachtoffers die werden in één keer uit het niets gebeld door journalisten. Zo van: hé, hey, ik ben met een verhaal bezig. Wat vind jij er eigenlijk van? En die hadden dan ook vaak zoiets van: ja, daar heb ik eigenlijk al jaren niet meer aan gedacht. Maar ja, dat was eigenlijk wel een beetje raar toen, wat er toen gebeurde. Ja. Dat is nu een beetje dat is een beetje volgens mij hoe het verhaal tot stand kwam. Dat, is wel, dat vind ik wel op zich wel dat eigenaardig. Het gebeurde hier natuurlijk ook met like-minds eigenlijk. Maar dat terzijde. Ter, terzijde. Ja, terzijde. Ik, uh, maar aan de andere kant. Ja, wie neemt, het zijn maar weinig mensen die, die Russell Brand echt heel erg serieus nemen, natuurlijk, of heel erg leuk vinden. Maar ik vind hem wel leuk denk, toen hij nog drugs gebruikte. Ja, maar ik vind hem altijd net te, te druk. Ik zou dat niet een hele goede mens zijn voor Sophie Hermans? Allebei een beetje dat spichtige, evenveel krullen. Ja. Ah, sowieso, ja. ja. Het zou voor allebei wel eens goed ik, zijn. Ik, ik vond Russell Brand vroeger wel vaak echt, echt wel heel ontregelend... in van die, uh, in van die spelshows waar hij dan in kwam of zo. An, uh, eens even kijken, Big Fat Chris was dat een keer in, dat was schitterend. Ja. En bij uh, Nevermind the Buscocks vond ik hem ook heel grappig. Er was die uitzondering, is zelfs pas drie jaar later uitgezonden... omdat hij zo... Uh, oh, ja. Kijk, dat hij wel eens in zijn heroïnejaren... Uh, een meisje wat. Nou, dat hij wat. wat, wat altijd doortastend is geweest, zal ik maar zeggen. Dat geloof ik wel. Maar je wordt toch niet heel erg seksueel gedreven als je heroïne gebruikt? Heb ik me altijd daarmee ja, gezeten. Als, als, als je een soort brand bent, dan breek je daar wel doorheen hoor, denk ik. Ja. Ik ja. denk dat je. Je moet het niet onderschatten, denk ik. Maar het ministerie van Media, Sport en huppelde in Engeland. Ja. Heeft nu een. Uh, uh, een, een, een brief geschreven aan TikTok uh -huh. om te vragen of hij geld genereert met zijn TikTok-account en of ze daar of of ze dat willen tegengaan. Dat is wel echt waanzinnig. Hè? Dat is wel echt waanzinnig. Dat is echt wel waanzinnig, want het is natuurlijk. Of het, het westers, daar, het westers het niet TikTok is. rumble is dat het misschien is dat het overkoepelende bedrijf. Maar goed. Ja. Het westerse systeem is natuurlijk, je doet iets fout, je wordt gepakt, je zit je straf uit en daarna heb je een tweede kans. En dan, waarom zou je gewoon tien jaar later, als toen niemand aan de bel heeft getrokken, niet ook al gewoon met je tweede kans bezig zijn? En als iemand met een tweede kans al bezig is, is hij het. Hij is gestopt met drinken, met drugs, met weet ik voor wat allemaal. Uh, hij heeft gewoon een beschaafd leven met, een, met, een, met, met zijn vrouw. Kinderen. Ja. En waarom moet dan nu in één keer moet hem alles afgepakt worden? Dat is toch raar. Dat is toch raar terwijl je normaal nee nee oh ja, maar de theorie is hij uh, weet te veel en hij uh, hij, uh... hij weet helemaal niks. Nee, maar hij, hij 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 ja hij hij concludeert te veel en ja. hij doet te veel. Uh, hij heeft toen met, met die, met, 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 toen in, in zo'n Tonight Show in, in Amerika heeft hij uh, zo'n opzomming gehad van wat, wat uh, Pfizer allemaal verdient hieraan. Ja. En dat soort dingen. Hij, ja. hij is te veel een klokkenluider. Ja. ja of zo. Nou ja, nee, ik, 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 ik snap de theorie. En ik, ik moet zeggen, ik vind hem hartstikke leuk hoor tegenwoordig. Ik vind hem, uh, ja. ja, hij is gewoon een fijne ontregelend figuur. Of je nou met hem eens bent of niet, als je hem ergens neerzet dan, dan krijg je in ieder geval een verhaal te horen waar je vaak... De andere gasten zich geen raad mee willen. Nou, dat is feest. Dat is, per definitie. Maar. Ja, ja, ik, ik lees even voor wat dat ministerie vraagt aan dat bedrijf, wat Rumble heet. Ik weet niet, ik las ergens dat TikTok was, maar. Ja. We would be grateful if you confirm whether Mr. Brandt is able to monetize his content, into, including his videos relating to the serious accusation against him. Dus uh, specifiek dit. If so, we would like to know. Whether Rumble intends to join YouTube in suspending Mr. Brand's ability to earn money on this platform. En dan ondertekend uh, Chair, Culture, Media en Sports Committee. Dat gaat Rumble natuurlijk nooit doen. Volgens mij zijn die wel uh, een beetje van vrijheid van meningsuiting. Wie? Rumble. Ja. Maar zei die niet, zeg maar, dat het alleen ging om demonetizen van content die te maken heeft met, met de met, Ja, met dit. Maar YouTube... Dus dat hij zeg maar een filmpje maakt waarin hij zegt van, nou ja, dat hij het ontkent bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Nou, dat, dat is wel wat ik hieruit op. Dat vind ik nog niet heel schokkend. Nee. Maar, maar wel waar bemoeien ze zich meestal. Je. Ja. Doe eens gewoon normaal. Er was toch ook, Ginny, die je huppelt op, op Steffel. In, in de BBC zat toch altijd uh, een haakje los? Die hebben ze toch ook allemaal verdoezeld. Pedofielen en dingen. Ja, weten die ook alweer. Uh, Seville Sef ja, ja. Seville? Ja, Jimmy Seville. Ja, dat was wel, uh, wel mooi. Dat is een, uh, een fragmentje van Johnny Rotten. Ja. Oftewel John Lydon. Ja. Overigens, op uh, niet 3 ontdekken. oktober in, uh, in Paradiso. En ik Vier. ga erheen. Vier. 4 oktober. Ja? Oh, dat kan ik niet. Anyway. Uh, die was ergens eind jaren zeventig al, zei hij dat gewoon in een programma. Die is toen 15 jaar geband van de BBC. Ja? Yeah. Ja. Wel heftig hoor, als je er stil stilstaat. Hoe ja. zoiets gewoon geheim gehouden werd door iedereen, terwijl iedereen het wist. Precies. Hoe die machtsstructuren gaan, dat je dan gewoon denkt van: ja, maar ja met toekomst en zo. Ik wil wel gewoon volgende week een leuk programmaatje maken. Hij is een beetje, beetje BBC-adel, moet je naar met de echte adel zit. Ja. Nou, dan weet ik niet hoe, hoe we dat uh, na moeten gaan. Kenden we maar iemand? Ja, kenden we maar iemand? Ja. Anyway, weet je wie er dood is? Uh, ja. Uh, Erwin Olaf. Erwin Olaf. Die had aids. Had hij aids? Ja. Het gaat de hele tijd maar over longtransplantatie, maar hij had gewoon aids en dat heeft hij al in de jaren begin jaren negentig of eind jaren tachtig opgelopen. Oh. Hij was eenvoudig... Weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker. Maar dan heeft hij toch wel gewoon die medicatie die erin heeft... en er dus geen last van. Ja, maar hij is nu dood. Ja, hij is nu wel dood. Dus hij heeft hij... er best wel last van. Als je dood bent, dan ga je je medicatie niet meer nemen. Dat, dat snap ik ook van. Nee, ja, dat... dat uh, ja, maar... Uh... Ja, hij heeft Tom Staal in zijn bek getuft. En ik moet zeggen, dat vind ik zo'n zo, zo ordinaire, debiele actie. Ja, waar ging het ook alweer over? Tom Staal interviewde hem. Ja, het gebeurde was, was bij mij op de hoek. Dat je, je had bij... Uh, bij de was... Hugo de Grootplein had je, ja. oh, oh, je stekbaar Ibo, mm -hmm. en dat was ook uh, kort voor Ibrahim, dat was een heel geinig heel, heel, heel Turks mannetje, leuk bij de hand. Mm -hmm. En die, uh, er stonden een paar homo's op zijn terras, uh, ja toch wel uh, heel, heel uitbundig. Uh, de juwelen? Nee, Hè? van elkaar te genieten. Oh. En die zei dan, uh, ja dat was op zijn terras zaten mensen te eten, dus die zei van ja hé, hey, uh, kun je even ergens anders gaan doen? Nou, dat was volgens hun natuurlijk homofobie. En Erwin Olaf die sprong er voor op de barricades. Kwamen allemaal mensen daar naartoe om te tongzoenen. Ja. Ja, die eigenaar die zei gewoon van ja, weet je, als het heteros waren geweest, had ik het ook gezegd. Dit is gewoon een terras, er zitten mensen te eten, dat is ons Maar goed, dat was al gaan. Daar ging Stel toen heen met Zimbra of zoiets. Ja, dat zo. blond meisje met Tita. Ja, die hadden ze toen nog. Die hadden ze toen nog af en toe bij geen Stel. Ja. En zijn is nu alleen nog maar mannen. Was er, ja, ik weet niet meer precies wat er gebeurde. Maar hij vond uh, dat Tom Style niet uh, respectvol genoeg of iets dergelijks. Ja. Ja, Erwin ja, Olaf ja, heeft, heeft, heeft dezelfde school gedaan als ik. Dat vind ik altijd nog wel. Nee, school hij, voor journalistiek heeft hij gedaan, volgens mij. Hij heeft mij wel eens gevraagd of ik uh, met hem mee uh, wilde gaan. Hij zei: uh, Naar huis. Ja, nou ja, dat, dat of, denk of, ik. Of naar de studio om als assistent. helpen. hij zei: Hé, hey, mooie jongen, wat denk je ervan? Ah. En zo. En toen zei ik: nou, dank u wel, meneer, maar ik val toch meer op vrouwen. Zei hij: geef niets, ik cruise lekker verder. Oh. dus uh, toen was het allemaal weer koek, koek en ei, denk ik. Dat voor of na iets? Ik denk dat hij, ja, met de wetenschap van u, maar dit, dit was midden jaren negentig. Hm. Ja, nou ja, goed. Mooie dingen ik heb het nooit Absolut. een uh, hele sympathieke man gevonden. vonden, hij heeft uh, prachtig werk gemaakt. Uh, ja. Hoewel, een beginwerk, dat, dat, dat schokkende werk, dat heb ik nooit, dat heeft me nooit echt aangesproken. Dat heb ik zelfs nooit gezien. Moet je nagaan, dat kan me niet eens aangesproken ja, die, hebben. die Chessman, uh, dat is dat ja... Niks. Alleen, hoesje uh, van de boodmenskool van Nick Cave? Ja, en van hij mooi. was natuurlijk op, op, een, op een gegeven moment vaste uh, fotograaf van het Koninklijk Huis. Hé, hey, mooie boy. Ja. Oh, ik cruise lekker verder. Ik cruise lekker verder, ja. Ja, ik zag een foto van de koning bij de Algemene Beschouwing. En die had dat, een beetje zo'n handje vast. Maar dat was een foto, dus je kon niet zien of het handje trilde. Maar <laughs> het zag er even echt uit als een beetje zo'n uh, Oetegang... Zo uh, of Angela Merkel of uh, Joe Biden uh, handje. Ja. Dus misschien dat onze koning ook al wel uh, fix aan de speech zit onderhand. Ja. Dan nou, moeten we misschien toch een keer vragen. Ja, komt hij vanavond nog? Uh, nee, hij, hij had afgezegd. Hij zei, uh, volgende week ben ik er weer. Oké. Okay. Uh, ja, zal wel iets Je hebt er allemaal wat woningbouwdingetjes. Wat wil je daarover zeggen, jongen? Niks, nee, kom maar weg. Huh? Nee, uh, eens even kijken. Er wordt... Uh, uh, dit uh, college zou 7500 nieuwe woningen bouwen... wat al redelijk weinig was. Ja. Dan krijgen ze iets meer dan de helft van voor elkaar... De rest lukt niet. En waarom lukt dat niet? Ik denk voor een belangrijke reden, omdat ze dus allemaal eisen aan die woningen stellen. die zeg maar, ja, niet nodig zijn. En die maakt het voor die projectontwikkelaars weer ja, onmogelijk om er ook nog geld op te verdienen. Dus ze worden niet gemaakt. Hm. En, uh, en als ze al gemaakt worden, ja, dan is er geen vraag naar. Want dan heb je gewoon een woning van. Heb je een appartement van 23 vierkante meter. en of je er even 3,5 ton voor wil betalen? Ja, dat, 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 dat wil niemand natuurlijk. Nee. Uh, dus? Wat is de oplossing? Ja, gewoon een uh, ander college. ander college? Nee, dat nee, is geen oplossing. Dit is gewoon het is een van die dingen die gewoon, waarin je kan zien dat onze maatschappij gewoon helemaal, helemaal in de soep aan het draaien is. Krijgen we ooit een ander college? Ja, over drie jaar. Dat is gewoon één keer in de vier jaar. Ja, maar dat is toch dan weer met GroenLinks? Nou, dat weten we niet. Kijk, er gebeurt nu natuurlijk iets interessants. Want kijk. Normaal gesproken in Amsterdam, daar wordt altijd al het geld gewoon uitgegeven aan bullshit. Ja. En dan is het geld op en dan gaan ze naar het Rijk toe en dan zeggen ze... ...we hebben meer geld nodig om dingen te doen die dus er te doen... ...zoals een beetje, beetje bruggen repareren of aanleggen, nee. infrastructuur... ...dat soort dingen zeg maar, waar ze echt voor zijn. En dan zitten in Den Haag hun vriendjes uh, aan de knoppen... ...en dan komt het stroomt het geld naar Amsterdam. Maar nu krijg je natuurlijk met de BBB en uh, hoe heet het... Um, Andere knoppen. Andere mensen aan de knoppen. Ja, dus dat zou best wel eens kunnen zijn. Dat, dat, uh, dat we gewoon een. Als we dus een kabinet krijgen waar Wilders nu op voor voorvoer aan sorteren is. Wat ik trouwens niet denk. Maar... Met gedoogsteun, hè? Dat die gedoogsteun aan uh, NSC, BBB en v VVD gaat geven. Ik denk dat hij gewoon erin gaat. Ik denk dat. Uh, ik denk dat dat uh, nieuw sociaal contract. Ik denk dat omzicht uiteindelijk hem niet echt gaat uitsluiten. Ik denk als dat hij dan gewoon zegt van. Nou, wilden ze tegenwoordig zo bijgetrokken, peer, nester in de kamer, kom er maar bij. Dat denk ik. Anyway, maar ik denk dus niet dat het gaat gebeuren. Ik denk namelijk dat we omzicht, Timmermans en uh, VVD krijgen. Ja, dat heb je inderdaad uh, al een paar keer verkondigd ja, hier. Dat ja, vind kut, ik niet erg. De herhaling is goed voor de mensen. Ja, dat is leuk om te zeggen. Want ja. Mensen worden er zo ongelukkig van, als ik het voorspel. Uh, ongelukkig, ja, ja. ja. Anyway, maar. Um, maar goed, zo niet, dan nog kan het heel goed zijn. Dus dat de, nou ja, zelfs als dat de uitkomst is van het huidige college in Amsterdam, heeft er nog maar één partij. Oh nee, Timmermans is groenlinks en PvdA. Nee. Ja. Maar in ieder geval de, de stroomgeld zal meer op de provincie gaan. Ja. Daar ben ik wel van overtuigd. Dat uh, geloof ik ook. Uh, nou, waarom hadden we het hier eigenlijk over? Dat weet ik niet, omdat dat op je lijst stond. Nee, en wat is dit dan? Asiel asielopvang in Zuidoost is een soort wachtkamer. Ja, er komt een idee. soort van, van ding, daar gaan asielzoekers in voor een paar dagen. Oh, oké. Okay. En dat, dat is dus, het is niet super luxe, maar prima voor de tijd dat ze hier zitten. Dat zegt dan een woord voor de Van de Maar ik vraag me wel af, waarom is dit toch in Amsterdam? Dit kan letterlijk overal. Ja, waarom ja, te... is het in Ter Apel? Dat, ja. Nou ja, ter Apel is wel de grond zeg maar aanzienlijk goedkoper dan in Amsterdam. Ja. Limburg. Ja. Turkije. Misschien is gewoon Ter Apel zo gewoon hoe dichter bij de grens hoe beter of zo. En wij zitten gewoon. Welke redelijk... grens hebben we het over? Elke grens. Waar ligt Ter Apel? Ligt een beetje bij de, aan de zijkant. Oké. Okay. <laughs> Links of rechts? <laughs> Oost. Oost. Oké. Okay. Goed, dit hebben we ook weer gehad. Mooi. Zo gaat lekker, hè? Zeker. En dan hebben we nog. Uh, oh ja, en, uh, en, en naar de IS-vrouwen die we natuurlijk nooit zouden terughalen. Oh, dat is trouwens wel. wel uh, hoe heet die mevrouw van die land. Uh... Je zielgoes. Ja, die zei natuurlijk dat we die vrouwen nooit terug zouden halen, maar dat het natuurlijk wel gewoon gedaan heeft. Nu willen de mannen ook terug. Er zijn twee Nazieën, afgereisde Nederlanders, die uitstrijders, de advocaten, die zijn nu al stappen aan het zetten. Want uh, ja, die moeten toch ook een tweede kans? Mm. Wel Lampedusa, hè, daar, loopt het, uh, daar, daar zijn al meer uh, migranten dan dat er uh, autochtone bewoners zijn. Lampedusa is dat eiland vlak bij Tunesië waar, uh, van Italië, wat mm. zeg maar de kortste oversteek is. Yeah. En er was laatst ook weer zo'n zo zo filmpje dat uh, van die roomblanke toeristen. met een rugzakje om. met, met alle gitzwarte. Uh, net van de boot gekomen. Het waren geen toeristen, het waren NGO-medewerkers. <laughs> die dat tentjes kwamen uitdelen. Ja, ja echt. Ja, ja. Ja, ja. En die waren weer zo, zo van, van. welkom allemaal. Nou, ja. Welkom. Nou, als ik de autochtone bevolking was, dan zou ik zeggen. jongens, wij stappen allemaal in een bootje naar Italië. Dit eiland uh, is stuk. Ja, dit, gewoon het eiland aan Tunesië gewoon geven. Gewoon het, het eiland daar laten. Dat ja, het, doen. het eiland is altijd al daar. Ja, maar gewoon niet, niks meer doen. Nee. Gewoon ja. aan Tunesië geven. Ja. Ja, goed idee. Opgelost. Ja, gewoon ruilen voor een kilo dalen. Wil, wil jij de minister van Buitenlandse Zaken van Italië worden? Natuurlijk wel, waarom niet? Nee, precies. Ik spreek geen Italiaans, ik kan me nergens op afrekenen. Nee. Ik denk trouwens heel vaak aan het Romeinse Rijk. Maar dat komt ook omdat mijn zoon Augustus heet natuurlijk. Ja, ik denk wel eens aan het Romeinse Rijk. Maar niet heel vaak. Omdat ik gewoon, ja, die. Ik ben daar gewoon te homofoob voor, denk ik. Ja, ik denk dus nooit aan homo's. Romeinse Rijk, man. Dat is een heel leuk boek. Nee, daar. de Grieken. Dat waren flikkers. Nee, ja. nee dat viel nog reuze mee. Hm. Romeinse Rijk, daar werden ook op een gegeven moment uh, vrouwen die dan uh, net getrouwd waren. Ja. Die snoerden dan ook hun borsten in, met, zodat ze niet zo zichtbaar waren. Om die mannen een beetje, een, ja, een beetje wat, wat langzaam namen weg naar weg naar de heteroseksuele geslachtsdaad... Maar was het dan, uh, vonden, ze, vonden ze mannen gewoon uh, lekkerder of was het uh, gewoon ook een status dingetje dat je niet met vrouwen of, uh, of dat, dat, dat pas dat als het... je aan de voortplanting toe was dan ging je eens kijken of... Ik denk dat gewoon D66 daar het hele schoolsysteem beheerde. Ja, <laughs> gewoon zo bok als de pestman man die Romeinen, daar pleurde het ook allemaal in elkaar. Ja, ja kon... ik bedoel, kijk, als jij allemaal met elkaar aan het knuffelen bent... en de, de horden komen binnen met, uh, met, met knuppels, ja, dan uh, ja. gebeurt er niks. Dat is het einde van je beschaving. Ja. Maar zo is het toch niet ingestort, dat ze met knuppels binnenkwamen? Nee, ze hadden ook gewoon zwaarden en zo. Hebben, <laughs> het is toch gewoon een beetje nee, doodge... Nee, dood, nee. nee, het Romeinse Rijk was gewoon... Uh, Door wie is het dan verslagen? De vandalen. De vandalen die hebben op een gegeven moment... die zijn Rome binnengevallen, zo'n Grimrandse stam. Die hebben gewoon niets. Ja, gewoon gedaan wat Van Dalen toen. Uh, ja. uh, brandstichten, vrouwenverkrachten, dat soort shit alles van goud mee had. Dus eigenlijk zeg jij dat uh, 9-11 gewoon uh, door Van Dalen gewoon. Uh, die, is, is dat synoniem aan hoe de Van Dalen Rome binnenvielen? Dat is toch ook zo? Eerder? Nee, dat. Ja, nou, ja. Dus ook gewoon een soort binnenvallen in het zwaar beveiligde luchtruim van. Ja, maar Amerika is nog wel gewoon zwaar beveiligd. Kijk, ja. Nederland, als je daar een, 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 een opiniepeiling doet van Nederlandse mannen, mm -hmm. of die willen sterven voor Nederland. Nee. Volgens mij heeft maar 3% er zin in of zo. Ja, maar ik heb er ook geen zin in. Wat dat betreft, wij lijken echt op de Romeinen. Wij gaan niks doen om. Dus als. Uh, dus ja, dat, dat is gewoon een probleem. Daarom hebben we ook al die jaren al geen leger meer... of nauwelijks van enige, is er nauwelijks sprake van... nu is er wat meer geld erin pompen... maar geld gaat het waarschijnlijk niet oplossen. Nou ja, dat, dat is dus de vraag nu. Hè. Gaat, gaat zeg maar, superieure technologie het winnen van sneuvelbereidheid? En dat is in principe, daar kunnen we live naar kijken... in Oekraïne, of dat zo is. Ja. Westerse wapens zijn die zo superieur... Dat je gewoon al die, al die Russische zorgers die ze gewoon allemaal het slagveld opgepleurd worden, of die, uh, of het daarvan kan winnen. En uh, het ziet er niet goed uit, want Oekraïners die sterven ook bij Bosnien. Oh, dat was toch ook met Wilders en uh, Jan Paternotte. Dat Jan Paternotte begon te huilen dat, uh, dat Wilders niet uh, uh, zo geld wil geven aan Oekraïne, omdat uh, Geert Wilders zegt van, uh, we zitten hier beslissingen te maken voor de Nederlanders. Ja. En, uh, ja, dat is gewoon belangrijker. En dan Jan Paternotte ging dat dan met zo'n heel beeldend verhaal: van dat daar loopgraven voor geestwilders Wilders aan het sterven zijn. In de... ja. Ja. ja, precies. Want ze vechten ook tegen de, tegen de radicale moslims die hem willen onthoofden. Ja. En de Joden niet te vergeten. Wie, wie vechten tegen de Joden? Uh, de Russen en de Oekraïners, uh, uh, de Oekraïners, die, die zijn toch antisemitisch? Ja, maar die, de Russen ook. Ja, maar die gaan wel allemaal naar Israël op vakantie. Nou, er zijn, er zijn op een gegeven moment zijn veel... Toen de Sovjet-Unie ingestort was... Sta Stalin heeft op een gegeven moment... Sorry. Sorry. Normaal gesproken... ...gaat het Joodsdom via de moederlijn, hè? want dat is van oudsher natuurlijk wel praktisch... ...want je kunt wel zien wie het gebaard heeft en je het is vaak lastig checken wie het... ...zeker vroeger toen er nog geen DNA-toestanden waren, wie het verwekt heeft. Dus dat ging via de moederlijn. Maar Stalin die heeft op een gegeven moment voor de Joden in de Sovjet-Unie bepaald... ...dat dat gewoon daar via de vaderlijn zou gaan. Dus dan, uh, ja, het enige wat het dan dus maakte dat je Joods was, was een Joodse achternaam. heet je Abraham of, iets, of weet ik veel wat allemaal. Dat soort namen. En uh, dus toen de Sovjet-Unie in elkaar pleurde, toen was het voor heel veel Joden daar best wel aantrekkelijk om naar Israël te verhuizen. Maar het zijn dus heel veel ja, mensen met een Joodse achtergrond, maar volgens de Joodse wetten misschien niet eens Joodse waren, ja. naar Israël verhuisd. Simpelweg omdat ze een Joodse achternaam hadden. Daarom heb je later in. In Israël dus ook uh, neonazis, en zo, die had je daar op een gegeven moment... Ja, ja, zijn ja, dus echt appartementen binnengevallen vol met nazi en die heilende Russen. Dus, ziek um... heilende Russen. Ik verstond het eerst niet, Ik <laughs> moest het even. Ja. Um, nee, kijk, de, de oorlog die we, die die, die het, is, het lijkt nu een beetje nazi's versus de homofoben. Ja. Maar de realiteit is dat ze allebei nazi's en homofoben zijn. Ja. Nou, ja, ook weer opgelost. Ja. Mooi toch? Hoewel ik denk wel dat de Oekraïners daadwerkelijk wat meer nazi's zijn dan de Russen. Want ik denk niet dat er na... De... Ligt ook dichter bij Duitsland. Ja, een heel groot deel van de bevolking waren Duitsers die daar gingen wonen al. Hm. Heel, uh, en dan bijvoorbeeld Lviv was ooit volgens mij de, de Duitse, de, de Pruisische stad Lemberg. In nee, Oekraïne er zit enorm veel Duits bloed. Daarom Net het. Nou, en toen kreeg je de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie die wilde die collectiviteit. Ik kan ja. niet meer praten, zo. Gaan stoppen. Ja. Dus mensen, doneren. Uh, timestamps voor dat uh, hij wat te doen heeft. Uh, en uh, volgende week gewoon weer kijken, delen. En uh, gewoon enthousiast zijn. Bedankt in ja. Inkt. Die zijn tof. En uh, hartstikke leuk. En je moeder en je vader en je broer en je zus, allemaal kinderen, kinderen. Niet vroeg genoeg mee beginnen. Ja, precies. Doei. Doei. Ja, dat is toch. Dat doen we toch wel goed. Het, het programma lang genoeg maken. <laughs>